We zullen weer eens even gaan kijken hoe het gaat met de zwarte bevolking in de Verenigde Staten. Hoe is het met hun burgerrechten gesteld in de periode van 1918 tot 1945? En die periode die beslaat vooral het interbellum, de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, stiekem pakken we die Eerste Wereldoorlog er toch ook nog even bij. Want de zwarte bevolking levert ook een bijdrage aan die Eerste Wereldoorlog. Aan de ene kant gaan honderdduizenden zwarte mannen en vrouwen werken in de oorlogsindustrie. Die fabrieken bevinden zich vooral in de noordelijke industriesteden en daarom zie je dan ook dat veel zwarten vertrekken vanuit het zuiden naar het noorden. Aan de andere kant zien we ook dat veel zwarten dienst gaan nemen in het Amerikaanse leger. Dat werd ook gestimuleerd door de NAACP. Die hoopte dat dat goed zou zijn voor de zwarte emancipatie, dat dat de rechtspositie van de zwarten in de Verenigde Staten zou versterken. Nou ja, niets was minder waar, want er kwamen gescheiden legeronderdelen en dergelijke. En uiteindelijk blijft die hele segregatie, die rassenscheiding dan ook bestaan. En dat zorgt ervoor dat er onrusten uitbreken. In 1919 bijvoorbeeld breken er grote rassenrellen uit in Chicago, waarbij uiteindelijk zo'n 38 doden zullen vallen. Maar ook in tientallen andere steden breken rassenrellen uit. Het blijft dus erg onrustig. Nou, na die Eerste Wereldoorlog blijft de trek van de zwarten naar het noorden doorgaan. In de jaren 20 zullen zo'n 1,5 miljoen zwarten vanuit de zuidelijke staten naar de noordelijke steden vertrekken. Waarom doen ze dat? Nou ja, in het noorden is er minder racisme. In het noorden hebben ze ook minder kans op geweld, daar is die Ku Klux Klan niet actief. En bovendien hopen die mensen dat ze daar meer kans hebben op werk. Maar ja, ook in het noorden is het zwaar voor de zwarte bevolking. Hoe komt dat dan? Ja, de woonomstandigheden die zijn niet bepaald goed. Veel zwarten komen uiteindelijk terecht in stadswijken waar ze op elkaar gepropt zitten, zogenaamde ghetto's. En daarnaast vinden ze wel werk, maar dat werk is vaak slecht betaald, slechter dan dat blanken ervoor krijgen. En bovendien krijgen de zwarten vaak het slechtste werk, het laagste ongeschoolde werk. Dus misschien is het voor de zwarten wel iets beter in het noorden, maar ook daar is het dus niet goed. Ja, en die tegenstellingen tussen zwart en blank die blijven dan ook bestaan in de gehele Verenigde Staten. Daarom richten de zwarten allerlei zelfhulporganisaties op. Nou, je eentje ervan hebben we dus al vaker gezien, die NAACP. En een andere is de organisatie waarvan je hier die vlag met die prachtige kleuren ziet. Ik als NEC-supporter krijg er echt een heel warm hart van. Maar helaas is dit niet de vlag van NEC. Dit is de vlag van de UNIA, de Universal Negro Improvement and Conservation Association. Een beweging die door de zwarte immigrant Marcus Garvey werd opgericht en die behoorlijk militant was. Hij vond de NAACP bijvoorbeeld veel te soft. Nou, wat gingen deze organisaties doen in de jaren 20 en 30? Ze organiseerden allerlei protestacties, stakingen en demonstraties waarbij de zwarten opkwamen voor hun burgerrechten. Daarnaast werden er allerlei kleinere solidariteitsgroepen opgericht om zwakkeren in bepaalde steden bijvoorbeeld te helpen of op bepaalde gebieden te helpen. En er werden allerlei rechtszaken aangespannen die voor gelijkberechtiging van de zwarten moesten zorgen. Dat was een streven wat de NAACP altijd gehad had. Maar ondertussen bleef er veel tegenwerking bestaan van blanken en dat konden heel verschillende groepen zijn. Zo hadden de blanke arbeiders heel veel kritiek op de zwarte arbeiders, want die werkten vaak voor lagere lonen en daardoor pikten ze de blanke baantjes in. En als de blanke arbeiders bijvoorbeeld een keer staakten, dan namen de fabriekseigenaren vaak zwarte in dienst. En dat waren de zogenaamde stakingsbrekers. Ja, en dat vonden die blanke arbeiders dus niet kunnen. Daarnaast zien we ook dat de lokale overheden veel geweld gebruiken tegen de zwarten. Daar zetten ze de politie voor in en ze maken ook gebruik van de National Guard. Dat is het leger van een deelstaat. En bovendien zien we dat zeker in het zuiden de rechtspraak ook behoorlijk negatief uitpakt voor de zwarten. Als zwarte mannen of vrouwen voor de rechtbank komen staan, dan krijgen ze vaak zwaardere straffen. Bovendien hebben zij vaker te maken met valse beschuldigingen en de Verenigde Staten die kennen een juryrechtspraak, waarbij uiteindelijk een jury die bestaat uit leden van de bevolking beslist of iemand onschuldig of schuldig wordt bevonden. En die juries waren vaak volledig blank. De zwarten worden in de jaren 20, die Roaring Twenties, waarin het zo goed ging met de Verenigde Staten, dus nog steeds behoorlijk achtergesteld. Wat moet dat dan wel niet betekenen voor de jaren 30, die jaren van die economische crisis, die grote depressie? Nou ja, die zorgde voor grote werkloosheid onder blanke arbeiders, maar zeker ook onder zwarte arbeiders. En veel zwarten richtten hun hoop dan ook op Franklin Delano Roosevelt met zijn New Deal. Die New Deal die pakte in eerste instantie gunstig uit voor de zwarte bevolking, maar desondanks bleef de zwarte bevolking ontevreden. En we zullen eens even gaan kijken waarom dat dan zo is.
Nou ja, ook veel zwarten zonder werk kregen een uitkering, dat vonden zij natuurlijk prima. Maar hier zit een addertje onder het gras. Want die uitkeringen die waren zo hoog dat ze vaak hoger waren dan het loon dat veel zwarten voor hun werk kregen. En eigenlijk was het voor veel zwarten in de jaren 30 dus beter om werkloos te zijn dan om werk te hebben. Nou ja, de uitkeringsinstantie die daarover gaat, die gaat er iets aan doen. Wat doen ze? Ze verhogen niet het loon van de zwarten, nee, ze verlagen juist de uitkeringen voor de zwarten. En je kunt je voorstellen dat dat voor veel protest zorgt. Dat vinden die zwarten niet. Nou ja, daarnaast komen ook veel zwarten aan het werk via al die werkverschaffingsprogramma's, die openbare werken, zoals bijvoorbeeld die Tennessee Valley Authority die we al eerder gezien hebben. En dat is natuurlijk een goed iets. Maar ja, de boeren werden ook zwaar getroffen tijdens die grote depressie. En werden die dan ook geholpen? Want er waren ook heel veel zwarte boeren, vooral die sharecroppers. Nou ja, die werden dus niet geholpen door die Agriculture Adjustment Act. En dat vonden die zwarte boeren dus niet kunnen. Daar waren zij het niet mee eens. En hier zie je dus dat, ondanks dat die New Deal voor verbeteringen zorgt, ook voor de zwarten, dat er toch heel veel ontevredenheid over dat programma bestaat. President Roosevelt die hoorde de klachten wel aan, maar hij deed er niets aan. Waarom niet? Nou ja, een reden die we al vaker gezien hebben. Hij was bang dat hij de stem van de blanke kiezers zou verliezen als hij te veel tegemoet zou komen aan de zwarten. Oké, en dan even door naar een dia die wel een kopie lijkt van de eerste dia. De Tweede Wereldoorlog breekt uit en de zwarte bevolking zal opnieuw een bijdrage aan die oorlog leveren. En dat doen ze weer op precies dezelfde manier. Aan de ene kant gaan heel veel mannen en vrouwen werken in die oorlogsindustrie. Opnieuw leidt dat tot een massale migratie van de zwarten uit de zuidelijke staten naar de noordelijke industriesteden. En opnieuw leidt dat ook weer tot grootschalige rassenrellen. Eigenlijk zien we hier hetzelfde mechanisme zijn werk doen als tijdens de Eerste Wereldoorlog. En net als tijdens de Eerste Wereldoorlog melden ook nu weer massaal zwarte jonge mannen zich aan voor het Amerikaanse leger. En opnieuw wordt dit ook weer aangemoedigd door zwarte organisaties zoals bijvoorbeeld die NAACP. Want zij hoopten op een zogenaamde Double V, een Double Victory. Aan de ene kant zouden de zwarten een bijdrage kunnen leveren door Duitsland en Japan te verslaan. Dat zou al een overwinning opleveren, een victory. Aan de andere kant, als die zwarten nou goed meevochten, dan zou dat ook zorgen dat er misschien een overwinning zou komen, een victory op de discriminatie in de Verenigde Staten zelf. Dat zien we hier ook op deze prent die onder zwarten verspreid werd. Hierin wordt gezegd dat als er meer zwarte dienst gaan nemen in de verschillende legeronderdelen, dat er uiteindelijk ook meer gelijkheid zal komen in die legeronderdelen. En dat zal misschien wel een einde kunnen maken aan die verfoeide Jim Crow-wetten. En ja, dat zien we langzamerhand dan ook gebeuren. Want in 1943 neemt president Roosevelt een wet aan waarmee er een einde komt aan de segregatie en de discriminatie in de oorlogsindustrie. Betekent dat dan ook dat die double victory strategie geslaagd is? Ja, nee, dat toch niet, want de segregatie binnen de Amerikaanse strijdkrachten die blijft bestaan. De oorlog is simpelweg te groot om ons ook nog bezig te houden met die kwestie van die segregatie, vinden veel Amerikanen. En zo zie je bijvoorbeeld dat het Amerikaanse Rode Kruis tijdens de oorlog ook nog gebruik maakt van segregatie als het gaat om het toedienen van bloed. Er is apart bloedplasma voor blanke en voor zwarte soldaten. En in het boekje van Geschiedenis Werkplaats, daar staat dus dat Roosevelt een einde maakt aan de segregatie in de oorlogsindustrie en in het leger, maar dat klopt niet. De zwarten krijgen wel steeds meer te zeggen in het leger en ze gaan ook steeds meer meevechten. En dat is ook goed voor het zwarte zelfbewustzijn, maar het is pas in 1948 dat de opvolger van Roosevelt, de democratische president Truman, een verbod maakt op discriminatie en segregatie in het leger. En dit is natuurlijk ook weer een belangrijke stap in de strijd voor de zwarte burgerrechten, maar goed, daar zullen we in het volgende hoofdstuk dan weer op terugkomen.